Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer super enthousiast, want Huda Beauty is weer uitgekomen met een nieuw groot oogschaduwpalet. En dat doet ze één keer per jaar, ieder jaar rond de herfst, winter. En het is echt een prachtig paletje. En het is nou niet alleen het paletje, maar ook een soort van mini collectie met een aantal andere producten erbij. En ik heb het ontvangen in PR. Dat maakt mij zo enthousiast, want ik heb nog nooit Huda Beauty ontvangen in PR. Altijd moet ik al die hoge bedragen betalen. Maar nou hoefde dat niet, dus dat vind ik super fijn, waardoor ik ook de video heel snel kon maken. Het is de Rose Quartz collectie. Ik heb het highlighter paletje en het oogschaduw paletje. Ik heb het nog helemaal niet gebruikt. Vandaag wordt een eerste indruk video samen met jullie. En ik had ook gevraagd op Instagram of jullie een hele video erover wilden zien. En echt de meerderheid zei ja. Dus vandaar dat ik deze video vandaag maak voor jullie. Het paletje ziet er echt prachtig uit. Het zijn echt prachtige kleuren. Dus ik kan niet wachten om te beginnen. Dus laten we dat gewoon snel doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Kijk even hoe cute dit is. Zo heb ik het ontvangen in PR. Dit is echt super duper schattig. Ik heb de twee hoofdproducten van de collectie. Het paletje en een highlighter. Maar er zijn nog een aantal andere dingen. Ik zie ook dat er een kwasten set is met 3 verschillende oogschaduw kwasten, een lip balm en iets van Wishful voor je gezicht. En dat is een glow peel off mask. De Rose Quartz collectie is helemaal gericht op kristallen. Huda had in haar video verteld dat ze al heel lang in de weer is met zelfliefde, houden van jezelf, etc. En haar Feng Shui master, als ik het goed zeg, had haar geadviseerd om allemaal rose kristallen aan te schaffen. En dat kristal staat bekend als de liefdeskristal en dat zou haar dan helpen in haar proces. Ik persoonlijk ben niet echt van de kristallen. Ik geloof gewoon in een god en die kan het allemaal doen voor jou. Maar we gaan het gewoon vandaag aanbrengen. Ik zie by the way online dat de collectie er nog niet is. Die komt op 1 november. Dus volgens mij is dat pas nadat ik de video online plaats. Dus hij is er vanaf 1 november. Maar mocht ik de video pas erna plaatsen, dan is hij er nu al. Oké, nou laten we gewoon snel beginnen. Genoeg gepraat. Ik heb hier het Huda Beauty Rose Quartz Palette. Deze verpakking is ook weer super mooi. Het is een duur paletje, dus dan verwacht ik ook echt gewoon veel van de verpakking. Het voelt heel zacht aan ofzo. Ik weet niet echt hoe ik het moet uitleggen. Maar het ziet er echt heel mooi uit al. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb by the way ook alles vandaag aangepast aan het kristallen thema. Ik heb van dat soort oorbellen ingedaan en ook zo'n ketting en ook mijn ringen zijn zo rose quartz-achtig. Dus ik heb me weer helemaal gehouden aan het thema. Kijk even hoe mooi dit is. Zo mooi roze. Het is echt prachtig. Dit ziet er echt super duper mooi uit. Kijk even dan. En het gaat ook helemaal door naar hier helemaal. Ik weet niet of het echt goed ziet op beeld. Echt super mooi. Echt gewoon alsof ik zo'n kristal vast heb gewoon. En dit is dan de inhoud. Je krijgt een hele grote spiegel. Alle kleuren zijn een beetje roze paarsachtig. Het zijn 18 kleuren en je hebt matte glanzende duochroom metallic kleuren en ook één glossy kleur. Ik moet wel zeggen, toen ik het paletje zag online, had ik niet echt gelijk van dat ik dacht, wauw, dit moet ik echt hebben. Want ja, zulke kleuren zie ik toch wel wat vaker. En hun grote paletje hiervoor was de Huda Beauty Naughty paletje. En die was ook al paars. Maar die was meer donkerpaars. En dit is meer licht. Maar het is wel allebei paars. Dus ik had liever gewild dat ze uitkwam met een heel ander soort kleur. Het is wel echt heel mooi. En het is ook echt een ideaal paletje voor everyday. En we hebben hier ook weer zo'n glossy kleur. Die we ook hebben gezien in het Naughty paletje. Ik was niet zo'n fan van dat glossy kleurtje. Want het maakte het gewoon allemaal heel plakkerig. En ik vond het echt helemaal niet fijn of mooi. Maar we gaan het toch weer vandaag proberen. Ik ga even een aantal kleuren swatchen. Je hebt hier ook echt zo'n prachtige duochroom kleur. Die verandert zo van kleur als je zo vanuit een andere hoek kijkt. Kijk, nou is hij zo een beetje blauw-wittig. En dan zo wordt hij meer roze. Zie je gewoon hoe dat zo verandert. Super apart. We hebben hier weer van die marble kleuren. Hier en hier. Dus ik vind het wel altijd heel leuk dat ze heel veel verschillende soorten oogschaduwen heeft in haar paletje. Kijk even hoe mooi dit allemaal is. Wauw, vooral die kleur hier op de pink is ook echt prachtig. I love it. Ik ga ze even zo swatchen op mijn hand. Wauw. Ze zijn echt super duper gepigmenteerd. I love it. Ik kan hier niet heel goed swatchen, maar ik doe gewoon mijn best. Kijk even hoe mooi dit is.
Wauw, I love it. Ze swatchen echt perfect. Ik zal hier ook even wat swatches brengen in beeld. Die gewoon op de Huda Beauty site staan. Ik ga niet alle kleuren swatchen. Because ain't nobody got time for that. En ik ben niet echt van het swatchen. Ik wil het gewoon zien op mijn gezicht. Ik ga ook even deze glossy kleur swatchen. Ik ben benieuwd wat voor kleur het wordt. In het andere paletje werd het zo rozig. Paarsrozig. Kijk, dit is die glossy kleur. Heel mooi. Een beetje zo holo-achtig, holographic-achtig en heel glinsterend. Heel erg mooi. Ik moet zeggen, de kleuren zien er allemaal wel echt prachtig uit. Heel erg mooi dit. Nou, ik denk dat we nou al genoeg hebben gezien. Laten we gewoon gaan aanbrengen. Ik wil een beetje de look maken die Huda Beauty ook had gemaakt in haar video. Want die vond ik heel erg mooi. En dan hierna gaan we natuurlijk ook de highlighter aanbrengen. Maar dat pas hierna. Laten we inzoomen. We zijn ingezoomd. Nu kunnen jullie alles wat beter zien. Ik heb ook deze stencil gekregen. Kijk hoe leuk met van die hartjes. Kijk, zie je die hartjes? Superleuk. Je kunt ze dan zo op je gezicht houden en zo inkleuren met whatever you want. Heel erg leuk. Misschien ga ik dat ook wel doen vandaag. Oké, in ieder geval. Ik heb al geprimed met concealer. Dus we kunnen gewoon gelijk ingaan met het paletje. Huda zei in haar video ook dat de kleuren hier zijn een beetje zo grijsachtig. En dat had ze nog nooit gedaan in haar paletjes. Dus ook dat is iets nieuws. Ik denk dat we gewoon gelijk gaan beginnen met de grijsachtige kleur hier. Die heet Precious. Die kleur breng ik aan met mijn Sueva 228 Fluffy Quast. In mijn hele arcadeboog. Weet je wat ik ga doen trouwens? Ik denk dat ik zo een scherpe rand wil maken. Dus ik heb hier zo een tape. Die ga ik even aanbrengen. Zo. En dit gaat dan helpen om zo'n mooie scherpe rand te creëren. Deze is van de Revolution zoals je kunt zien. Dan pak ik de matte kleur hier. Die heet Serenity. Die pak ik met mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast. En die breng ik dan aan over mijn hele oog. En dan blend ik het ook uit zo in mijn arcadeoog. Dan pak ik de kleur hier beneden in de hoek. Die heet Mantra. Mantra. En met die kleur ga ik het allemaal een beetje donkerder maken. Hier zo in de hoek vooral. Zo, niet al te veel. Want ik wil het nog wel gewoon licht houden, zeg maar. En dan pak ik weer die kleur Serenity. En dan ga ik weer zo over alles heen. Zo vind ik het wel goed. Dan haal ik zo de tape weg. En kijk, dan is het zo mooi strak. Dit is zo satisfying. Oeh. Dan ga ik alle drie die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Nou, ik moet zeggen, ik vind het gewoon zo ook al mooi. Gewoon als een volledige matte look. Maar jullie kennen mij, ik laat niks mat. Dus nou gaan we in met alle glanzende kleurtjes. Ik ga beginnen met een prachtige glanzende kleur hier. Die heet Moon Magic. En dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Wow. Like, wow. Dit is echt veel. Oh my gosh. En ik breng het ook lekker hoog aan. Het lijkt gewoon een beetje nattig of zo. Kijk, het heeft echt twee kleuren. Een beetje paars en roze. Dit is echt too much. Wow. Dit is echt heel mooi. En helemaal naar buiten zo. Dat het gewoon één grote glans wordt. Zo'n kleur zie je echt gewoon niet of bijna niet in oogschaduwpaletjes. Kijk dan. Ook wil ik eventjes benadrukken dat dit allemaal is aangebracht met één swatch met mijn vinger. Eentje maar. Ik hoefde er niet meer vaker in. Letterlijk eentje. Dan wil ik ook ingaan met de glanzende kleur hier. Die heet Lovestone. Ik ga toch gewoon weer proberen om die kleur aan te brengen. Alleen nou ga ik niet heel veel aanbrengen ervan. Ik heb die kleur met een heel klein mini kwastje opgepakt. En dan breng ik het gewoon hier zo aan op de rand van mijn arcadeboog, zeg maar. Voor een glossy effect. Het haalt ook de oogschaduw eronder weg. En dat vind ik echt super lelijk. Oké, ik heb het nou hier gedaan. Je ziet nou wel hier zo helemaal zo'n glans. Ik denk dat ik die kleur echt alleen maar zou gebruiken als een basis voor andere oogschaduw. Want zo op zichzelf, nee, dit is gewoon echt niet mooi. Ik haal het gewoon nou ook echt gewoon een klein beetje weg zo. En dan pak ik weer die oogschaduw van net. Dan breng ik die er gewoon zo op aan. Alsof het gewoon niet is gebeurd. Dan pak ik de glanzende kleur hier beneden. Die heet Self Love. En die kleur wil ik dan aanbrengen in de binnenste hoek. Om het daar een beetje te belichten. Oeh, die kleur is ook echt heel mooi. Zo heel mooi licht roze. Zie je dit hier? Wauw, deze glanzende kleuren zijn echt insane. De matte kleuren zijn ook mooi. Maar niet echt dat je denkt van, oh wauw, dit zijn de beste matte kleuren ever of zo. Ze zijn gewoon goed. Maar deze glanzende kleuren zijn echt out of this world. En dan met wat er nog op de kwast zit, een heel klein beetje onder mijn wenkbrauwen. Kijk even dit jongens.
Het lijkt gewoon alsof alles gewoon zo wet is, zo nat. Dit zou ook wel prachtig zijn, een beetje zo gedept op de lippen van zo'n glans. Mijn handen jeuken om nog meer glanzende kleuren aan te brengen, maar ik denk dat het dan echt helemaal wat verpest. Ik denk dat ik dan de show weghaal van deze kleur die ik nou heb aangebracht. Ik denk dat ik het voor nu gewoon zo ga laten, maar ik ga zeker nog een heleboel looks maken op Instagram vooral, want ik wil echt die andere glanzende kleuren ook gebruiken. Maar dit is echt... by far echt wowie. Oké jongens, ik heb weer iets in mijn hoofd gehaald wat ik wil doen. Zoals je kunt zien heb ik een zwarte wing aangebracht. En ik wil hem glanzend gaan maken. Ik ga in met de glanzende kleur hier. Die heet Empowered. En die wil ik gaan aanbrengen over de hele wing. Zoiets heb ik nooit gedaan. Dus ik hoop dat het mooi gaat worden. Nou is het toch nog allemaal wel heel mooi glanzend. Hier heb ik het nog niet gedaan. Je ziet echt best wel een groot verschil. Ik vind het echt mooi. I like it. Is dit niet echt wowie? Kijk mijn ogen eventjes jongens. Echt. Op beeld is het nog minder heftig dan hier in het echt. Deze prachtige wimpers zijn nieuwe van de Primark. Dit is een nieuwe wimpercollectie daarvan. Babydoll. En ze hebben mij twee van dit soort pakjes opgestuurd. En ik vind ze echt prachtig. Echt super wimpers. Dit merk bij de Pri is echt amazing. Oké, maar we zijn nog niet klaar. Want ik heb hier de highlighter. Dit is de Huda Beauty Rose Quartz Face Glass Highlighter. Ook weer zo'n prachtige verpakking. Net als het paletje. Voelt ook weer zo zacht aan, zeg maar. Ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen. Het voelt gewoon zacht aan, letterlijk. Echt super raar. Er staat op Quartz Glow. Er is ook maar één kleur hiervan. En die moet gewoon goed zijn voor elke huidskleur. En dit is dan hoe het eruit ziet. Het ziet er weer letterlijk uit als een rose quartz. Dus echt zo'n steen. Echt fantastisch. Echt super mooi. Echt, het lijkt een beetje op de ring die ik nou aan hebben. Zie je dat? En dit is dan de inhoud. We krijgen weer een spiegel en het ziet er echt super raar uit. Van die kleine roze en goudachtige pareltjes. Het lijkt op die glossy kleur in het paletje, maar dan heel groot. Mensen online vonden het ook een beetje op een ziekte lijken. Ik ging helemaal stuk. Als je corona zou kunnen zien, dan is dit waarschijnlijk hoe het eruit zou zien. Het lijkt echt een beetje op iets... ja, op iets raars. Maar ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. Ik ben normaal niet echt van de cream en de liquid highlighters. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik zag ook in haar video dat ze het gewoon aanbracht op haar make-up. Dus ik heb me al opgemaakt en dan ga ik het gewoon hier een beetje intappen. Dit voelt zo raar aan, oh my gosh. En er staat online dat het een lichte roze-achtige kleur heeft. En dat klopt ook echt. Het is een beetje zo... licht roze. Zo'n hele lichte roze glanzende kleur. Oké. Zo'n kleur is ook heel mooi op een hele lichte huidskleur. Nou, ik pak gewoon een beetje. En dan dep ik het gewoon zo hierin. Precies als hoe Huda ook deed. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Oké, ik denk dat dit meer iets is voor een naturel of een no make-up look dag. Dan is het denk ik wel heel mooi. Maar nou zo met mijn make-up... nou, ik weet niet of ik dit echt iets vind voor mij. Ik denk niet dat het iets is voor echt een full glam make-up. Of als je gewoon helemaal geen make-up opdoet en dan dit zo een beetje zo hier dept voor zo'n mooie glow from within glow. Ik denk dat dat wel mooi zou kunnen zijn. Wat ik wel echt heel goed vind hieraan is dat het echt amazing inblendt. Ik heb echt zo vaak dat ik het zo aanbreng en dan heb ik zo'n harde lijn. En dat is hier echt helemaal niet. Het blendt zo helemaal mooi in. Dat vind ik wel echt fantastisch. Dus de kwaliteit is wel echt goed. Alleen persoonlijk voor mij, voor zo'n full glam look, vind ik het niet zo mooi. Maar wel voor een natural day. En dan kan deze ook weer dicht. Ik voel me wel beter dan dat ik van tevoren had verwacht. Oké, nou laat ik nou even mijn lippen dan ook nog even snel doen. Ik heb hier ook zo'n holo-achtige lipgloss van I Heart Revolution van de Aladdin collectie. Misschien is dat wel leuk om aan te brengen zo met deze holographic look. Ja, dat ga ik doen. Ik ga deze gloss aanbrengen met een lippot, een loodje van NYX Cosmetics in de kleur Moonwalk. Is een beetje een nude paarse kleur. Oké, hele aparte lipkleur, maar ik vind het wel leuk. Het staat goed met de look in ieder geval. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we ervan? Ik ben nog steeds obsessed met al die glanzende kleurtjes. I love it. Dit paletje is echt prachtig. Als je houdt van een beetje aparte kleuren en hele heftige glanzende kleuren, dan gaat dit echt iets zijn voor jou. Als jij meer van de matte looks bent, dan slaat het echt nergens op als je dit paletje haalt. Want dit paletje, de matte kleuren, zijn er echt...
naar mijn mening alleen maar ter aanvulling van de glanzende kleuren. Want dit paletje draait echt om de glanzende kleuren. Ze zijn echt prachtig. En als je daarvan houdt, net als ik zelf, dan raad ik dit paletje echt zeker te weten aan. Deze hele aparte ziekteachtige highlighter vind ik ook mooi. De verpakking is echt wowie. En ik vind de glow echt heel mooi. Ik persoonlijk zou hem zeker te weten gebruiken met meer everyday natural looks. En ook gewoon op mijn no make-up dagen om gewoon een beetje een glow aan te brengen. Daar vind ik hem ook fantastisch voor. De kwaliteit is echt heel goed. Het blendt heel mooi in de huid. Je krijgt helemaal niet zo'n rare streep. Dat vind ik echt fantastisch. Dus deze collectie is zeker goedgekeurd door mij. I love it. Ik ben echt heel blij dat ik het heb ontvangen. Super duper mooi. Ik heb het nu al 100 keer gezegd, maar jongens, het is echt prachtig. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat me weten wat je van de look vindt en van de producten beneden in de reacties. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Zijn dit echt producten die jij zou gebruiken, ja of nee? Let me know. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!